het kader van de jaarlijkse lintjesregen heeft burgemeester Lieke Sievers dit jaar aan 11 inwoners een koninklijke onderscheiding uitgereikt. In de raadzaal van het stadhuis aan het Damplein 1 in Edam werden de versierselen opgespeld, behorende bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. De heer Frank Bakker ontving de onderscheiding voor zijn vrijwillige activiteiten ten behoeve van de jazzclub Mahoniehal in Edam. Mevrouw Bodien van Putten-Willenbroek ontving de onderscheiding voor haar vrijwillige activiteiten ten behoeve van de EHBO-vereniging in Edam. Mevrouw Ria Konijn Uitenthuis ontving de onderscheiding voor haar vrijwillige activiteiten ten behoeve van onder andere ruim 20 jaar speeltuin de speelderij en nog een aantal vrijwillige bijdragen. Op dezelfde ochtend vond in het gemeentelijke vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk in Edam een tweede bijeenkomst plaats. Hier werden 7 inwoners gedecoreerd. Mevrouw Afra Bakker Vermeulen, mevrouw Joke Zwarthoed Kwakman, de heer Jaap Zwarthoed, de heer Joop Veerman en de heer Jaap Tol en de heer Jan Tol kregen de versierselen opgespeld, behorende bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. En de heer Albert Binken werd ridder in de Orde van Oranje Nassau. U bent flink in het zonnetje gezet vandaag. Ja, echt heel, ik ben er echt heel trots op dat ze dat voor me hebben gedaan. Heel dankbaar. Hebben ze het voor u gedaan of hebben u er zelf wat voor gedaan? Ik heb er niks voor. Nou ja, ik heb gewoon mijn werk gedaan wat ik voor de vereniging doe. Ja, ja, ja. En je doet het dus niet alleen, je doet het met een heel team. Maar ja, je hebt een beetje de leiding. Mevrouw van Putten is vanaf 1980 betrokken bij de EHBO-vereniging Edam. Van 88 tot 2005 penningmeester. En ze is al sinds 2012 secretaris. In die rol zorgt ze voor het hele administratieve gedeelte, waaronder het op tijd halen, verlengen en registreren van diploma's. En dat is wel een hele belangrijke. Daarnaast is ze vanaf 2002 kaderinstructrice en neemt onder de vlag van het Oranje Kruis examens af bij andere EHBO-verenigingen. Voor haar inzet onder die Oranje Kruisvlag heeft ze in 2006 de zilveren draagpenning Dr. C.B. Tilanus Junior uitgereikt gekregen. Zij verzorgt tevens reanimatielessen en de beginnerscursus, waarbij een bijzonderheid is, en dat vind ik echt heel knap, dat al een heel aantal keren iedereen die bij haar de beginnerscursus volgt, slaagt. Ze helpt elke leerling het beste uit zichzelf te halen en enthousiasmeert om je diploma te halen en te behouden. Ook aan mensen met meer EHBO-ervaring geeft ze les. Ze deelt haar ervaringen in de gevorderde lessen en die worden daardoor extra boeiend. Daarnaast is mevrouw van Putten actief voor slachtofferhulp en is ze aangesloten bij Hartslag Nu. Een belangrijk initiatief om te zorgen dat mensen zo snel mogelijk adequate hulp krijgen bij hartfalen terwijl een ambulance onderweg is. En daar hebben al heel veel mensen levens mee gered op die manier. Dus heel belangrijk. Ja, wat gaat u nou verder vandaag doen? We gaan nog even met z'n allen lunchen. U maakt er een mooie dag van. Zeker weten. Meneer Bakker, u bent verrast vandaag. Ja, dat ben ik zeker. Ja. Dat had ik niet verwacht en niet opgerekend. Ik had wel wat ruis op de lijn, dus ik dacht dat er wel iets ging gebeuren. Maar wat er ging gebeuren, ja, dat heb ik nu gemerkt. Ja. Het is een alom bekend feit dat de gemeente Edam-Volendam een heel groot scala aan culturele hoogstanden kent. En op muzikaal gebied zelfs op een niveau dat ongekend is voor een gemeente van onze omvang. De muzikaliteit is daarbij van veel verschillende soorten. Klassiek tot pop, van jazz en dixie tot het Nederlandse volkslied. Het levenslied. Van instrumentaal tot vocaal, van fanfare repertoire tot Matthäus Passion. In deze hele reeks valt één naam in het bijzonder op. En bij het noemen van die naam, in dit geval één persoon weer in het bijzonder. En dan heb ik het over de jazzclub Mahoniehal en de heer Frank Bakker. Ja, je vrouw ligt af en toe voor, ligt wat nette kleding voor je klaar. Want normaal loop ik wat liever in een t-shirt dan in een colbert. Dus dan gaan er al iets vermoeden. En ik ben van de club de vierde. En ik heb meegewerkt aan eerdere beloningen voor bestuursleden. Dus dan gaat er op een gegeven moment wel een lampje branden dat er iets gaat gebeuren. Dat, nou ja, dit is het gevolg. Ja. Het is niet Nee, hè? Nou, het wordt nog erger. Hou me vast. Nee, ja, ja en nee. Ik bedoel, aan de ene kant weet je wat je in je leven allemaal gedaan hebt voor derden. Dus, maar ik vind niet dat ik daardoor gerittigd hoef te worden.
Maar andere mensen hebben gevonden dat ik dat wel moest worden. Nou, daar ben je alleen maar blij mee. Ik zou mezelf niet zien als ik vind dat ik geridderd zou moeten worden. En dat is niet gebeurd. Dat hebben anderen voor mij gedaan. En ik heb dat in het verleden ook voor anderen gedaan. Dus laat ik dat er ook bij zeggen. Het is ook een beetje boontje komt om zijn loontje. Maar dan wel op een leuke manier. Ja. U weet hoe het werkt. U weet hoe het werkt, ja. De heer Bakker is vanaf 1996 onafgebroken de vicevoorzitter van deze landelijke en internationaal vermaarde jazzclub. Waarvan 185 mensen lid zijn. En nog veel meer mensen wekelijks dan wel maandelijks genieten. De heer Bakker is dus al 42 jaar lang vicevoorzitter. Een rol die hij volstrekt belangeloos uitvoert. Ruim 40 jaar zet u zich al in voor de jazzclub Mahogany Hall. Zowel bestuurlijk als uitvoerend. En om al deze redenen, samenhangend met uw grote persoonlijke vrijwillige inzet voor deze prachtige muzieksoort in uw woonplaats, heeft het de koning behaagd om u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ik ben zeer verrast. Ja, ik zag dat u ook pas op het laatste moment zag dat uw kinderen er waren. Ja, tot mijn schande dat ik ze helemaal niet gezien heb. En pas op het laatste moment dat ik zei, hey, mijn kinderen zijn er ook. Nee. Hey, ja. Ja. Maar hij is er voor u en al die anderen ook. Ja. Ik vind het een grote eer, dus nogmaals, ik ben zeer verrast. En ja, het is natuurlijk nog maar heel pril, maar het voelt heel goed om ridder te zijn. Mevrouw Konijn Uitenthuis zet zich al ruim 20 jaar vrijwillig in voor de speeltuin De Speelderij. Ze was in 1998 medeoprichter van De Speelderij in Volendam. En vanaf 2000 is De Speeltuin geopend voor publiek. Vanaf de oprichting is mevrouw Konijn secretaris van het bestuur. In die rol verzorgt ze onder andere de abonnementenadministratie en brengt acceptgiro's rond. En dit laatste natuurlijk ook om kosten te besparen, want rondsturen is duur. Ze draait haar vaste diensten als vrijwilliger in de speeltuin en valt regelmatig in als andere vrijwilligers verhinderd zijn. Ook werkt ze nieuwe vrijwilligers in. In de winter, als het speelseizoen gesloten is, zijn er ter afronding en voorbereiding op het nieuwe seizoen ook allerlei dingen te doen. En die neemt ze ook voor haar rekening. Met een warme persoonlijkheid, de moeder van de vrijwilligers, een onmisbare schakel en een fijn bestuurslid. Iemand die zowel betrokken en ondernemend is als een lieve vrouw. Ze wordt een sociaal baken voor de stad Edam genoemd en een toonbeeld van sociale betrokkenheid. Nou, ik dacht dat mijn broer ridder zou worden. Zo ben ik hier naartoe gehaald. Mevrouw Bakker Vermeulen is sinds 1976 tot heden, dus ruim 40 jaar, vrijwillig actief in het dorp Beets, een van de linddorpen van onze gemeente. Afra is een vrouw met een dorpshart en dat vinden wij in een steeds meer individualistische samenleving erg belangrijk. Op mevrouw Bakker kunnen we altijd rekenen en de dankbaarheid daarvoor willen wij graag uiten in de ondersteuning voor de aanvragen. U bent eigenlijk samen bent u gedecoreerd vandaag, maar dat is toch wel heel bijzonder, hè? Met z'n tweeën tegelijk. Hoe is dat? Ja, heel bijzonder. Want ik moest mee met haar vanmorgen voor meneer Binken. Want daar hebben we ook een beetje connecties mee met het BZV en de SNCV. Dus vandaar dat we hier eigenlijk plichtgetrouw heen waren gekomen. Vanaf de oprichting van de Belangenvereniging Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam heb je je bovenmatig ingezet voor de getroffenen en de betrokkenen van de nieuwjaarsbrand van 1 januari 2001. Jullie zoon Martin was toen nog volop in de behandeling en behoorde tot de groep zeer ernstige slachtoffers. Ondanks de druk en spanningen die dit met zich meebracht voor jou en je gezin, was je bereid tot activiteiten voor de BSNV. Al snel werd je voorzitter in augustus 2001. Je kon daarbij de belangen van je zoon loszien van de belangen van de groep getroffenen. En alleen dat al is iets dat bijna meer is dan van de mens gevraagd kan worden. De eigenschappen en inzet die jou kenmerken komen tot uitdrukking in de onderscheiding die Zijne Majesteit je heeft toegekend. Ik mag je tot mijn grote vreugde meedelen dat de koning je benoemt tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ik sta hier met hele gemengde gevoelens.
Want wat ik al aangaf, de aanleiding is en blijft een hele verdrietige. Dus wat dat betreft had ik hier liever niet willen staan. Maar goed, het is gebeurd. En samen met heel veel andere vrijwilligers hebben we toen de schouders eronder gezet om iets te gaan betekenen voor alle getroffenen. En dan is het ook wel mooi dat je een stukje waardering daarvoor terugkrijgt. Ze gaat mee met elke uitwedstrijd van Heren 1, zelfs met internationale wedstrijden. De chauffeurs van de bus hebben geen tomtom nodig, want Joke weet overal de beste route naartoe. Bij deze uitwedstrijden wordt het halve dorp via de door haar opgezette handbal-app voorzien van tussenstanden en commentaar tot in de kleinste details. Je geniet er echt van, hè? Ja, ja dat zie je zeker. Ja. Dit vond ik ook een prachtige zin. Loyaler dan Joke worden ze niet gemaakt. Haar natuurlijke rol als mentor voor de jeugd, het management en het bestuur heeft ervoor gezorgd dat ze haar stempel voor eeuwig heeft achtergelaten in het DNA van de club. Nou, heel verrassend. Heel verrassend. Ik zou eerst niet heen, want ik voelde mij helemaal niet goed vanmorgen. Maar ik moest voor Albert Binken hier present zijn. En toen knapte ik even goed weer op. Ik denk, nou, Jaap mee, we gaan er wel even heen. Ga er even rustig voor staan. Wat zal het een drukke en dynamische bedoeling zijn bij jullie thuis? De heer Zwarthoed, Jaap, heeft zich vanaf 77, een aantal mensen die hier zitten, waren toen nog niet eens geboren, vrijwillig ingezet op sociaal-medisch gebied voor EHBO-vereniging Sint-Willibrordus Volendam. En in 1990 werd hij lid van de GOR-groep, gewondenverzorging onder rampomstandigheden, die later is overgegaan in de paratengroep. En sinds maart 2005 ben je tevens kaderinstructeur. Wacht wel, hè? Ja. Jaap is daarnaast, naast zijn vrijwilligerswerk voor de EHBO, sinds 1991 actief als vrijwilliger voor de handbalvereniging KRAS Volendam. En dat dus, terwijl zijn vrouw daar ook al heel lang veel werk verricht. Van 1991 tot 2017 scheidsrechter. Bewonderenswaardig, want scheidsrechters hebben een lastige klus. Vroeger ben ik als seminarie geweest, voor priesteropleiding gehad, van 12 jaar. Toen ben ik er toch maar mee gestopt. En toen ben ik toch erin blijven hangen. En ben een cursus theologie gedaan, 4,5 jaar toen ik in de FUT ging. En dat vond ik een hele mooie cursus en die heb ik volbracht en ben ik voor geslaagd. Maar ja, toen was ik 63 en de bovengrens was 55 om diaken te worden, gewijd te worden. Dus ze vonden het dus niet nodig om me alsnog te wijden. Ik ben gewoon actief lid gebleven. Ja, heel actief zelfs. Wat ik hoor zelf, ik hoor ook dat u geen één vrijdagavond vrij bent. Klopt dat? Altijd vrijdagen ben ik altijd koster. Vroeger in de kruispunt, op dinsdagmorgen. En ook wel met aanbiddingen was er altijd koster. Ik was de koster van kruispunt, dus was een keer een overstroming. De hele nacht water en een wc blijf hangen. In een flotter blijven hangen. De hele vloer onder water, dus ik werd gebeld en we konden aan de gang. Er moest de hele boel weer opgeruimd worden. Daarna ben ik dus hoofdzakelijk ook als begraver. Als helpen met begraven, met begrafenisuitvaarten. Ik heb het graf bij de Vicentiuskerk zo'n beetje nu ongeveer 2 keer begraven, heen en terug. De heer Tol heeft iedere vrijdagavond kostendienst. Iedere vrijdagavond. Al zo lang. Jaap Tol staat in de parochie bekend dan ook als iemand op wie altijd, elke dag en nog steeds. En ja, we hebben het nooit over leeftijd, maar toch maar even wel. Ondanks uw leeftijd van 78 jaar kan er altijd 79. Dan ga ik zo meteen precies zien, de geboortedatum. Ja. Wat ik me eigenlijk afvraag, gaat u ook nog wel eens met vakantie? Nou, niet zo vaak. Niet zo vaak, nee. Dat kan ook haast niet als u alle vrijdagavond moet werken. Ja, maar ik kan altijd wel een invaller vinden, hoor. Dat is geen punt. Maar nee, ik ben niet zo van... Ik hoef niet zo uitgebreid op vakantie. Ik ben niet verder dan naar Israël geweest.
Je bent niet zo goed in, hè? Gemeen, hè? Gemeen, hè? Nou, je zit iedere keer in afspraak met Schut. Ja. En dan sta ik hier beneden in de zaal of in de hal. Ik zeg, ja, mag ik daar ook even bij wezen? Ja. Ik zeg, dan zoek ik wel een plekje. En dan zit hier die schuld. Dat is, ben ik eigenlijk niet zo geschikt voor. Maar goed. Je hoeft niks te zeggen. Laat mij maar praten. Nou, ik pak even. Ja. Ik ben een emotionele man. Daar ken ik niks aan doen. Dat geeft niks. Dat komt allemaal goed. Hoe is dat om overvallen te worden op zo'n dag? Ja, dat is verschrikkelijk. Vooral als je niet graag de regie uit handen geeft. Ik had een afspraak met de wethouder en ik heb nooit geen gedachte gehad aan lintjes of wat dan ook. Want ja, ik ben 63, voor mij is Koningsdag, Koninginnedag, daar leef je mee. Met 30 april, geen 26 april. En ik had het nogal niet door toen we naar boven gingen. En toen ik nog even met de burgemeester stond te praten en toen ik eigenlijk een plekje zocht. Ja, toen begon het pas de dagen, want toen zat plotseling de familie, vrouw en noem maar op, zaten wij zeiden. En dan weet je, dan ben je even overdonderd. En dan, ja, het emotioneerde nu wel, jawel, zag ik. Jawel. Want ik ben een emotionele man en dat is, ja, op zo'n moment moet je dat in bedwang zien te houden. Maar ja, dat moet je kunnen en ik kan dat niet. En ik heb dat voor mij maar bepaald dat ik daar maar geen last van heb. Ik vind het wel vervelend. Maar het is niet anders. Gelukkig had de burgemeester een slokje water voor u. Die had een slok water en ze hebben het zelf niet kunnen nuttigen. Ik mocht daar gelukkig gebruik van maken. En, nou ja, het is, dat valt niet mee allemaal. Het is natuurlijk prachtig als je die waardering krijgt. En als ze dan de hele litanie aan loftuitingen, ja, daar moet je mee om kunnen gaan. En voor mij, iedereen zegt dat waarschijnlijk, het hoeft niet. Want je doet het vrijwillig en je mag het maar doen. En blij met mij. Nou, je op het jasje zit, is het toch wel erg leuk. Nou ja, ik probeer mijn best. Mag ik een verhaaltje vertellen? Zal ik eerst? Het project waar ik nu mee bezig ben, is voor Stichting Karma. Daar zijn we inmiddels mee bezig. Donderdag gaat het dak erop. Een huis aan het realiseren in de Broekgouw. Voor 16 jongvolwassen gehandicapten, meervoudig gehandicapten. En daar ben ik een tijdje terug mee begonnen als bouwbegeleider. Inmiddels promotie gemaakt als voorzitter. Ja, en dat heeft blijkbaar onder andere het resultaat gehad dat ik vandaag overvallen ben. Als ik het zo maar mag zeggen. Ja, toch. Middels zeer goede coördinatie, afstemming met diverse partijen. Als gemeente, aannemers, getroffenen, toekomstige huurders, etc. En zeer veel inzet gedurende ruim 3 jaar is uiteindelijk het hemeltje zodanig ingericht en alles in het pand bouwkundig zodanig dat het behouden is gebleven. We kennen allemaal de enorme sensitiviteit die bij dit proces een rol heeft gespeeld en dat maakt jouw bijdrage des te waardevoller. Dit is mijn vrouw en dit zijn hele goede vrienden of een hele goede vriendin en een vriend en mijn dochter is hier met een vriend en mijn zoon is hier met zijn vriendin. En die hebben u er allemaal ingeluisterd vandaag? Dat kun je wel zeggen. Het is tot op het laatste moment een verrassing geweest voor me. Ja. En hoe bevalt die verrassing? Achteraf uitstekend. Van mij hoefde het niet, maar achteraf uitstekend. En dit zijn ook mensen die echt u goed kennen. Zoals u zelf zegt, ik doe alles wat een ander laat liggen. Nou, dat is meestal heel veel. Met zijn levenslust en energie, maar vooral met zijn maatschappelijke betrokkenheid, ook op 80-jarige leeftijd, is de heer Veerman een voorbeeld voor velen. Ik ben dan ook heel trots en blij dat ik u vandaag mag vertellen dat u door de koning bent benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van uw origine bent u niet zelf een turner, maar daar bent u mee begonnen toen uw kinderen ermee begonnen. Is dat zo? Dat is niet helemaal waar. Ik ben zelf turner geweest in Volendam. Maar ik was geen absolute crack. Ik wens je veel succes met de Stichting Karma. Ja, nou, dankjewel. Dat is, we gaan, misschien mag ik van de gelegenheid toch nog even gebruik maken. In de plaatselijke niveau, maar ook bij jullie op de LOF is er regelmatig aandacht aan besteed. Wij zijn gestart terwijl de financiële benodigde middelen nog niet aanwezig waren. Die zijn nog steeds niet aanwezig. Maar met alle vertrouwen in de gemeenschap en alle acties die ondersteund worden, hebben we gewoon gezegd, nou, we gaan beginnen.
En ja, inmiddels, zoals ik net al zei, gaat het dak erop. En we kunnen nog steeds heel veel steun en ondersteuning gebruiken. Ik wil dan ook graag een oproep doen. We hebben een obligatielening uitgeschreven. Daarin kunnen mensen meedoen. Die zijn nog steeds in voldoende mate beschikbaar. Dus als je denkt, nou, dat is toch wel een fantastisch doel. Ik wil die mensen graag ondersteunen. Hij staat zo'n beetje elke week in de niveau afgedrukt. Vul hem in, lever hem in. En je ondersteunt het een prachtig doel mee. Dankjewel. Trots op en ik ga die trots uitdragen. Nou, nu je erop zit, vind ik hem eigenlijk wel. Alle Jezus, mooi. Dus hartstikke bedankt.